Ik denk dat Nederland niet zo veilig is als vandaag. En dat is ook uit onlangs een komende studies ook gebleken. En dus we moeten echt ernst maken met evacuatieplannen. Ook waar mensen naartoe moeten, Achterberg of zo, en dan blijkt iedereen op die 58 staan, dan kan je niet meer weg. Het is vanzelfsprekend dat je van die 58, dat je daar 4 was weg van maakt, maar op een gegeven moment kan je niet meer over de 58. Dat is een van de eerste zaken die onder water komen. Als ik in een hotel kom, dan ga ik altijd kijken waar is de noodgang, uitgang, waar is de trap, dat als ik niet meer met de lift kan, dat ik precies weet, ook als ik net uit bed kom, waar de trap is. En dat gevoel, dat zou ik ook graag willen zien bij de zeeën. Dat ze weten wat ze moeten doen als er nog een keer water zou komen. Dat ze kijken hoe ver is het. Nou, dan ga ik hoog zitten in mijn eigen huis en anders kan ik nog over de 58 weg of als je in Zeeuws-Vlaanderen woont naar Vlaanderen weg. Maar dat soort dingen moeten mensen weten. En die kennis moet de overheid ze verschaffen. Maar daar moeten mensen wel de belangstelling voor opbrengen om dat dan ook echt te weten. Ze moeten het dan niet meer op hoeven zoeken. Ze moeten het weten in het belang van hun kinderen, hun vader en moeder en hun familie. En dat is echt heel erg hard. Ja, ik vind dat we niet waakzaam genoeg zijn. We hebben één keer een oefening meegemaakt waarin de minister in Den Haag op haar crisiscentrum zei van er mag niemand geëvacueerd worden tot ik het zeg. Nou, wij rekenden terug van het hoogtepunt van de storm, want die kun je dus tegenwoordig kun je niet helemaal voorspellen. En wij dachten, nou ja, weet je, dat kan de minister wel zeggen, maar wij gaan in Zeeland toch wel, hè, als het de hoogtepunt van de storm op vrijdag is, dan gaan wij wel op maandag beginnen. Want we hebben maar één weg naar het oosten, dat is de 58. En er zitten een paar diepe kuilen in, die staan direct onder water. Hè. Dus wij gaan gewoon beginnen dan, minister of geen minister. Dat moet je dus weten. Je moet dus weten hoe jouw eigen regio reageert en waar de zwakke plekken zitten. En mensen moeten het ook weten. Mensen moeten weten, want onder bepaalde omstandigheden kan ik niet meer over de 58. Dan moet ik gewoon thuis blijven, een paar dagen wachten tot er hulp komt. En die paar dagen, die moeten ze ook uit kunnen zetten. Dan moeten ze water hebben, ze moeten vuilniszakken hebben voor eventuele noodtoilet of om te kunnen drijven even zelf. Allerlei manieren kun je hiermee gebruiken. En je moet iets te eten hebben op zolder, dekens, whatever. Je moet het even uit kunnen zien. We leven hier op sommige plekken 6 meter onder de waterspiegel. En we zijn er ons niet meer van bewust. Wij slapen heerlijk rustig. Ik denk, het is februari. Maar ieder jaar met februari is het van dit soort weer. Met hele harde wind. En ik heb zes jaar de herdenking meegemaakt. En het is ijskoud bij de 1e februari. En dat is al de wind, regen, sneeuw. Ja, als dat soort omstandigheden gebeurt, moeten mensen toegerust zijn. Ze moeten het weten en niet meer op hoeven zoeken.